Hallo. Ja. Hallo, yo kijkers van Marcel's Eye. Welkom bij Minecraft Survival aflevering 20. Ik ben hier vandaag samen met... mij. Ja, Maurice, net zoals de vorige keer. Yay. En met nog iemand alleen. Ik denk niet dat hij veel gaat inbrengen. Dat is Ime. Ik weet niet of je hem goed kan horen. Van Mindfarmer. Van Mindfarmer 1999. Linkje in de beschrijving. Upload verder niet. Laten we zeggen, ik upload niks meer. Maar het komt wel weer. Ja, moet je wel van onthouden dat dit pas online... Oh, je hoort geen geluid. Dat komt pas ergens in de herfstvakantie online, hè. Dus, gewoon binnen nu en ooit. Gewoon binnen nu en ooit gaat hij weer... Ik ben even mijn shit aan het sorteren. Ik heb altijd een zwaar plek. Ja, maar ik niet. Ik speel nu nog een peaceful. Waar ga ik in één keer in? Oké. Wat ik vandaag wil doen is, ik wil vandaag een mushroom farm maken. Wat we daarvoor nodig hebben zijn 2 pistons. Die zitten hierin. Twee keer een bucket of water. Wacht. Het is alles voor mushroom farm. Dan had ik dat al eens een keertje opgezocht. Oké. En we hebben wat glowstone nodig. En dan zou je zeggen, Marcel, waarom glowstone? Glowstone heeft iets heel raars met redstone, dat hij het gewoon omhoog kan werken. We moeten nu nog alleen een beetje gaan kijken waar we hem willen maken, want hier hebben we al iets staan. We kunnen hem hier maken op zich. Ja, we doen hem gewoon hier. Dit idee van een mushroom farm is niet van mij. En toen viel mijn Minecraft uit. Hallo, zijn we weer. Yo, daar zijn we weer. Goed, waar ik dus was. Ik was... hero ergens. Het idee van een mushroom farm is niet van mij. Tenminste, dit ontwerp is niet van mij. Dus van Ayordi. Ik vond het wel handig. Dus ik dacht van, nou, weet je, ik neem het gewoon over. Hier heb je nog het rest van wat hiernaast zit. En ik lag keihard. Boeit niks. Doe je altijd. Ja, eigenlijk altijd. Nou, wat we doen is... wat we sowieso nodig hebben is even een ingang. Dat spreekt voor zich. En die maken wij eventjes hier zo. En dan... hier ook. En dan wordt het even wat lastiger. Zo, en dan moet dit weer weg. Ik had eigenlijk beter een axe kunnen pakken even. Sorry als het geluid niet helemaal goed is, maar ik was een beetje aan het experimenteren met mijn microfoon. Vroeg toch even op. Nee, ik wou gewoon proberen iedereen erop te krijgen, maar dat lukt toch niet. En zeker niet als ik kan liggen! Geef het maar gewoon toe, je valt. Geef het maar gewoon toe! Dat ook, ja. Klopt. Dit is een uitkijktoren. Hele hoge, ja. Ja, heel hoog. Wauw. Ga gelijk op mijn wisten. Hier moet een panda komen. En... pannenkoek? Paddo. Sorry. Geen pannenkoek. Nee, dat lukt niet. Dan moet ik eerst even gepatchen. Ik was een pannenkoek. Stop met lekker! Nee. Dan hebben we... moet hier de... wacht even hoor, dan moet hier een piston komen. Ik heb hier even naar beneden graven. Lag. Ja. Hou op, jij lekt toch altijd. Jij lekt echt altijd, Maurice. Ja, dus? Jij moet gewoon je bakken houden. En het... datzelfde moeten we aan de andere kant doen. Dan moet ik even kijken hoeveel wordt. Dat moet dan hier komen. Nee, dat werkt niet. Leuke vind ik dat iedereen denkt dat je pistons altijd met een pickaxe weer kapot moet maken. Maar dat je kan het ook gewoon met je hand doen. Dat is grappig. Ja, wat is toch zo? Wat een goede grap. Yep. Oké, even wat dichtmaken. Ik heb een obvious. Hou je mond. Serieus, ik nodig jou nooit meer uit om hier te komen en dan op te gaan nemen.
Wat? Ik weet wel dat het een slecht idee is. Ja, het is inderdaad een slecht idee. Wow. Wat nou wauw? Niks wauw. Jij wauw. Dankjewel. Ik ben inderdaad wauw. Jij bent lelijk. Jij ook. Nee, ik ben mooier dan jij, want ik heb tenminste een succesvol YouTube kanaal. 27 van die fucking abonnees. Oh, nu wacht, 30. Nee, 30. We staan misschien op 80, maar die rest heeft hij wel goed. Ah, bla bla. Ik was het niet. Nee. Nou, dan ben ik maar gek. Ik ga het gewoon uploaden hoor. Oké. Okay. We graven nu een gangetje. Ik heb de nopjes. Dit is echt de beste Minecraft aflevering ooit. Dat werkt niet. Ik wil geen redstone sticks maken. Redstone sticks. Dat zou wel leuk zijn. Oké. Stone of nee, sword of redstone. Ja, dat is belangrijk. Waar zijn mijn glowstone dan? Die heb je al gepakt. Ja, die had je al. Heeft hij niet opgeslagen? Nee. Glowstone. Waar ben je? Als ik nu mijn glowstone kwijt ben, hè? Oh, dan ga ik balen. Oei. Dat heb ik niet nodig. Geen idee, voor het geval dat. Maar ik weet nu hoe ik hem moet maken. Nee, ik wist al wel een beetje ongeveer wat ik nodig had. Maar nu weet ik echt zeker wat ik nodig heb. En daar heb ik geen repeaters bij nodig. Goed, close down. Black. Yay. Redstone. Glowstone. Ja, Ime, dit werkt. Nee, want jij bent nog gewoon zo'n kerel die zegt gewoon, nee, werkt niet. Ik weet het met deze wel. Ik vind het ook gewoon heel slapstig. Oh. Kak. We moeten één verder. Shit. Ik ben Silk Touch pickaxe halen. Waarom? Omdat Silk Touch baas is. En lek niet. Kap. Silk Touch. Silk Touch. Een beetje donker te worden, jongens. Nou, en we hebben toch een goed verlichte basis. Waar heb je toch net met dat cup van obvious gedoe? Er zijn gewoon dingen die je makkelijk kunt zien, dan zit je met. Ja, het begint donker te worden. Ja. Het is toch zo? Ja, dat klopt. Ik moet toch een beetje mijn commentaar vullen. Ik verstand niet anders, maar oké. Dat is wat je zit. Nu moet hij wel goed gaan. En dan moet hier ook weer kloof staan. Zo. Testen. Nee. Waarom zou je testen? Dankjewel, Ime. Het is maar. Gumbel. Nee, dat wou ik niet. Ik word dirt. Close down. Dat hebben jullie niet gezien. Eigenlijk wel. Nee. Wat? Zien jullie dat ook? Wat? Twerk that bitch. Wat? En toen waren ze onzichtbaar. Ik heb een redstone bug gemaakt voor mij. Ik heb iets van een bug volgens mij. Maar jullie is bovenop gaan staan, misschien dat je ze dan. Nee, je moet eronder gaan staan. Je kunt toch niet in dood gaan. Ah, ze zijn er wel. Ja, klopt, je update. Wacht even. Doe het even dicht namelijk. En dan moet hier achter moet water komen. En dan maken we eventjes dit zo dicht.
voor. Zag je dat ook? Je keek in de wind. Ja, heb ik als vaak. Zo. En dan zo. Wow. Ries, jij lijkt constant, dus hou je mond. Nou, dat betekent niet dat ik het niet mag zeggen. Ik weet gewoon alles van buggen, dus ja. Dit is niet eens buggen. Ik weet van wel. Het is niet zo. Heb je iets verkeerd gedaan? Nee. Klopt. Ik weet alleen wat er verkeerd is. Ja, ik heb wel iets verkeerd gedaan, maar ik weet wat. Dus dan is het niet heel erg. Goed, heb ik? Ja, ik kan sticks maken. Zo. Zo. Dan halen we hier eentje weg. Nee, wacht, we moeten één verder. Anders komt hier namelijk niet in. Hier gaat er één weg. Hier dumpen we een reststoontje en hier een torch. Maurice die leert ook eens een keertje iets van reststone. Ach ja. Zo, dicht. En dicht. Dan nu als je hierop gaat staan, dan gaat hij open. Zie je? Bro. Redstone met Marcel. Jee. Goed. Niet dan... bro, maar je hebt het in ieder geval gedaan. Het moet nu donker worden, anders kunnen we geen mushrooms plaatsen. En met donker worden bedoel ik donker in het gebouwtje. Wat nou? Wat is nou zo grappig? Heb je weer een seksuele grap of zoiets? Nee. Waar je aan denkt? Nee. Ik denk er altijd aan. Klopt. True story. Gewoon naar een afkikken die ik, ja hallo, ik ben Maurice. Ja, maar ben je verslaafd? Ja, ik ben seks. Seksgrappen verslaafd. Niet eens seks verslaafd, gewoon seks grappen verslaafd. Wat had dan met Thomas? Oh, gaan we nu dit soort dingen vertellen? Wat? Gaan we nu een ding over klasgenoten vertellen? Misschien willen ze dat wel helemaal niet. Misschien willen ze dat wel. Lekker beter. Donker. Dat hoort zo. Ik ben ook raar. Dat moet je zo langzamerhand weten. Mushroom. Waarschijnlijk moet jij erbij vertellen aan hun wat ik allemaal zeg. Nou, als het niet duidelijk is, dan ondertitel ik het wel. Het is alleen iets meer werk, maar... maakt niet uit. Zo, het werkt! Jee! Joepie! Ik ben blij. Nu is het licht. We moeten alleen nog zorgen dat dit donker blijft. Wat? Ja. Ja, maar ik zit met dit hier zo. Ja. Oké, easy shoes. Wat? Om twee blokjes te zijn. Ja. Ja, en dan wanneer ik het wil oogsten? Dan haal je weg, het is maar duur. Ja, oké, klopt. Je kunt ook op zich in plaats van een speciaal. Nou ja, ik ik ga hier nog eens een keer over nadenken over hoe ik dit wil gaan doen. In ieder geval, we hebben een mushroom farm waarmee wij dus potions kunnen maken. Oh, yo. Potions kunnen maken. En waardoor wij dus sneller XP kunnen harken. Want ik heb een spider farm. Ja, ja. Spider. Dus dit is mijn potionkamer. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb hier fermented spider eye. Die heb je nodig. Volgende aflevering. Of... aflevering daarna gaan we hier eens een keertje mee bezig. Gaan we eens een keertje een potion receptkamer maken. Ik heb nog vrij veel ideeën die ik wel eens een keer wil gaan doen, maar dat moet... hoort zo. Laat maar. Of je vraagt dan aan de kijkers of ze nog ideeën hebben, dat ze die insturen.
Nou, als jullie nog ideeën hebben, laat het weten in de reacties. Ik ga er naar kijken. Waarschijnlijk ga ik ze toch niet doen, maar ja. Misschien heb je wel een heel goed idee. Het moet wel nuttig zijn. Maurice, die kwam laatst met het idee, maak een zwembad. Nou, wat heb ik aan een zwembad is nuttig! Wat heb ik aan een zwembad in een Minecraft survival wereld? Het is relaxend. Even weg van al die... Als ik even weg wil zijn van alles, dan ga ik geen Minecraft spelen. Of juist wel, maar... Hangt er vanaf van welke stemming ik ben. Kijk, ik wil nu eigenlijk weg zijn van jou, dus ga ik geen Minecraft spelen. Dan stuur ik jou gewoon weg en dan ga ik daarna wel Minecraft spelen. Waarom? YOLO. We kunnen misschien ook alvast een preview vertellen over wat we in de klas hebben verteld. Of bedankt. Mensen, bedankt voor het kijken en tot later. Vergeet de video niet te liken en te delen en even te abonneren op mij. Bye. Later.